Goudmarkers zijn goudstaafjes van 4 mm lang en 1 mm dik. We brengen deze markers in om de beweging van de prostaat goed te kunnen volgen tijdens de bestraling. Via de anus brengen we eerst een echo-apparaat in. Hierdoor kunnen we de prostaat goed zien. Door de huid plaatsen we daarna met behulp van 2 holle naalden 4 markers in de prostaat. De radiotherapeut geeft u tijdens het eerste gesprek een recept mee voor antibiotica die u inneemt voor en na de plaatsing van deze goudmarkers. Ongeveer een week na plaatsing van de markers krijgt u een CT-scan die we gebruiken als voorbereiding op de bestraling.